Goedendag, dames en heren, beste kijkers. Wij zijn hier op een locatie die uniek is voor Nederland. U zult beslist wel geïnformeerd zijn met betrekking dus tot de dubbelspoorverbindingen tussen Heerlen en Herzogenrath. Nou, daar is een aanvang gekomen en we hebben hier een gigantische machine, die de Rus 1000 S2. En die machine zorgt ervoor dus dat er een oude baan wordt opgerapen. U zult dat in ons verslag zien. Daarnaast wordt een nieuwe baan gelegd door deze machine. Deze machine die kan verwerken 10 bielzen per minuut. De machine verwijdert de spoorrails en pakt automatisch de oude spoorbielzen op. Vervuild grind wordt verwijderd en nieuwe bielzen worden aangevoerd. Dames en heren, we hebben het genoegen hier in ieder geval aanwezig te zijn. Ik heb u dat al kenbaar gemaakt bij de introductie. Maar naast ons staat de man van de PR van de firma Świtalski. En Świtalski is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze veelomvattende werkzaamheden. En naast mij staat Niek Lenting. Welkom in onze uitzending. We beginnen meteen met de vraag, waar komt de firma Świtalski vandaan? Świtalski is een Oostenrijks bouwbedrijf. En het is eigenlijk een bouwbedrijf vergelijkbaar met de meeste bouwbedrijven in Nederland. Wij doen ongeveer 3 miljard omzet. Dat concentreert zich in Oostenrijk en de landen daaromheen. Maar de spoorbouwtak is internationaal en dat is eigenlijk door heel Europa. Dus ook in Nederland en in de Benelux. Ja. Niek, kun je ook iets vertellen over de grootheid van deze machine? Ja, dit is uniek, want dit is de eerste keer dat deze machine in Nederland is. En dit is een machine die het hele spoor, dus de stenen, de dwarsliggers en de spoorstaven in één keer kan vernieuwen. En er zijn er eigenlijk maar twee van in Europa. De voorganger van deze, dat is ook een machine van Świtalski. En dit is de allernieuwste. Ja. En dit is de eerste keer dus dat hij in Nederland aandoet. Zeg, we hebben gezien dus dat hij hier op dit punt de bielzen, de betonnen bielzen opraapt en verwijdert. Op hoeveel kan hij er per minuut verwijderen? Ik geloof dat ik er wel 10 per minuut. Ja. Ja. Nou, dat is een behoorlijk aantal. Ja, op 300 meter per uur als je alleen de bielzen zou vervangen. Ja. Dus dat gaat heel snel. 300. En hoeveel meter doet die, bij wijze van spreken, in een uur? De machine kan ongeveer 200 meter spoor per uur vernieuwen. En dat lijkt niet zo heel snel, maar daar kun je niet tegen aanwerken met gewone kranen en mensen. En daarnaast is het natuurlijk veel gemakkelijker. Hier is geen nagenoeg, het is alleen een kwestie van het bedienen van panelen en verder is eigenlijk niets. Hè? Exact. Als de machine eenmaal is ingebouwd en aanstaat, dan is het echt een rijdende fabriek over het spoor. En lopen de mensen eromheen om te zorgen dat alles goed gaat. Maar dan gaat het eigenlijk compleet vanzelf. Ja. Volledig automatisch. 300 meter per uur. Oké. Nou goed, we weten in grote lijnen hoe de machine nu werkt. Het grind wordt stofarm langs en tussen het spoor weggegraven en met geluidsarme transportbanden afgevoerd. De machine kan tot wel 1000 kubieke meter grind per uur vervangen. De nieuw aangevoerde bielzen worden op het schone grindbed gelegd en op hun plaats geschoven. Nieuwe aangevoerde rails wordt exact geplaatst en vastgezet op de bielzen. Zo legt en vernieuwt dit technisch wonder
met zo min mogelijk overlast voor mens en milieu, het spoor tussen Landgraaf en Heerle. Dit is best een grote klus. Ja, we zijn hier nu 9 weken aan het werk om de spooraansluiting compleet te maken met kunstwerken. Maar we zijn al een jaar bezig met de voorbereiding en het ontwerp. Ja. Dit is veelomvattend. Het project kost 68 miljoen. Is dat verdeeld over verschillende factoren? Met betrekking dus tot de huur van deze machine. Of is die eigendom van de firma? De machine is eigendom van de firma en het bedrag wat u noemt is denk ik het bedrag wat de provincie uitgeeft aan alles, het complete project. Ja. En ons onderdeel is een deel ervan. Ja. En dat is rond de 20 miljoen. Ja. Zeg, hoe lang is het project? Het traject, beter gezegd. We doen hier 3 kilometer spoor. We verdubbelen het spoor. We bouwen de nieuwe bovenleiding boven het spoor. Ja. En we schuiven een aantal kunstwerken in. En dat moet over 9 weken klaar zijn. Nou is mij uit het grijze verleden bekend. Dus toen de mijnen hier nog draaiden, werden deze sporen gebruikt voor de afvoer onder andere van kolen. Van 2 mijnen uit Eigelshoven. Toen de mijnen gesloten werden, werd er 1 baan verwijderd. Nu is er dus weer de vraag naar een verdubbeling van de baan. Wat is de bedoeling daarvan? Uiteindelijk is de aansluiting voor de sporen om de verbinding met Herzogenrath te verbeteren. En zodat er meer treinen kunnen gaan rijden. En geldt dat voor personenvervoer en voor materiaalvervoer? Het is volgens mij vooral voor personen, maar ik denk dat hier ook goederen rijden. Ja. Ja. Het traject wat dus nu veranderd wordt, waar een baanverdubbeling komt, dat gaat vanuit de gemeente Landgraaf tot de gemeente Heerle. Ja. Ja, tussen Landgraaf en Heerle. Ja. Juist, ja. Wanneer denkt u dus het project te klaren, tot het helemaal klaar is? Over 9 weken. Dus wij zijn in week 19 hier klaar. Nou, ik denk dus dat we voldoende geïnformeerd zijn over de voortgang van dit project. We zullen nader nog terugkomen met betrekking dus tot het voorzien van de 2 viaducten die voorzien worden van een nieuwe doorgang. Ja. Maar dan zullen we elkaar wel weer zien. 19 en 23 maart. Helemaal correct. U bent goed geïnformeerd. Dank u voor uw bijdrage. Dank u. Tot genoegen.